Dames en heren, beste audioliefhebbers, welkom bij Dovelte Destelbergen. In deze video geef ik u graag wat meer uitleg over deze ArtSound type RE2060. Dat is afkomstig uit de Intimi-serie, de high-end serie van ArtSound. Eerst en vooral, toch belangrijk om weten, zijn de inbouwmaten van een inbouwluidspreker. Dat is het belangrijkste voor het kiezen voordat je gaat aankopen. Van de breedte van deze kant tot deze kant hier is 180 mm en de hoogte van hier tot daar is 270 mm. De inbouwdiepte van de speaker zelf is een 85 mm, dus best ietsjes meer voorzien voor makkelijk in te bouwen. Als het kan, wij hebben altijd de MDF-kit aan, ook van ArtSound. Dat is optioneel, maar dat bevordert vooral ook de lage tonen, dus de controle over de lage tonen. Deze inbouwspeaker is een tweewegsysteem, dus voorzien van een hoogwaardige tweeter. Pivoteerbaar, dus niet onbelangrijk, je kan deze richten naar je luisterpositie. Als ook, de toonregeling kan je apart naar believen gaan instellen. De 6-inch woofer biedt een laagweergave aan tot 58 Hz. Dat is redelijk voldoende voor zulke compacte inbouwluidsprekers. Er is een hoogwaardig scheidingsfilter voorzien bij deze Intimi-serie. Ook voorzien van een luidsprekerterminal met vergulde luidsprekerklemmen. En voilà. Door middel van deze klemmetjes bouw je de luidspreker makkelijk in, aan te schroeven, dus wanneer je hem in het plafond of in de muur plaatst. Er is een grill voorzien, dus voor een mooie afwerking. Voor de liefhebbers die het graag ook zo zien, heeft dat iets speciaals. Maar voor de estheten en mensen dat het een discrete look willen geven, deze overschilderbare grill. Je kan dat schilderen of spuiten. Niet onbelangrijk dat je dan eerst hier een viltje voorzien. Dat is ook voor de akoestiek te bevorderen, vooral voor de van de woofer hier. Voor de weerkaatsingen op het metaal. Dus dat haal je er eerst af. Je legt dat opzij en dan kan je dat perfect spuiten of schilderen. En daarna monteer je dat terug op deze grill. De totale buitenafmeting, dus van hier tot hier, is, we gaan even spieken op ons bladje, 205 mm. En de totale hoogte van de grillen is 295 mm. De diepte is 5 mm. Dus discreet te plaatsen. Wat ook niet onbelangrijk is, dat is toch een mooie optie erbij, is deze mousse. Dus voordat je hem gaat plaatsen in de MDF-kit of in het gat dat je hebt gemaakt, is deze mousse. Vooral niet onbelangrijk als je hem in een ziprookwand of in een houten wand moet gaan monteren, dat je zo onnodige resonantie naar andere delen dan de luidspreker kan vermijden. Mijn naam is Kurt van der Velde. U kan deze luidspreker ook komen beluisteren in onze demo te Destelbergen. Salutjes, dag!